Het ministerie van Volksgezondheid heeft gisteren een reiziger die afkomstig is uit Congo afgezonderd. Dit is gedaan omdat in bepaalde delen van Congo ebola heerst. De World Health Organization heeft op 17 juli officieel verklaard dat het land te kampen heeft met een ebola-uitbraak. Reden genoeg voor het ministerie om de protocollen in te zetten die noodzakelijk zijn bij eventuele besmette passagiers. Zo meldt het Nationaal Informatieinstituut. Hoewel de persoon niet besmet is, neemt Suriname geen risico's en blijft alert. Directeur Cleopatra Jesseren benadrukt dat het ministerie conform het protocol in contact blijft met de PAHO en de WHO, zodat de samenleving beschermd is.